Yo! Vandaag zijn we in mijn homeland België. En voorbij baan XXL gaan we meelopen met FMX Forever, die tijdens de Monster Jam XXL van 27 en 28 september gaan optreden. En wij gaan leren als echte proefcoureurs te rijden als motocrossers! Ja, we zijn dus hier in België bij FMX Forever, de headquarters van het Freestyle Motocross Team. En ja, we gaan dus de grote show verzorgen bij de Monster Jam XXL. Cool. En wij gaan ook het een en ander leren, geloof ik? Ja, dat klopt. Jullie willen dus een beetje les van het professioneel Freestyle Motocross Team. Dus, nou, eigenlijk alleen erg en wij kunnen het allemaal. Dus, ja. Ik denk dat ik hier de enige ben die kan rijden met een motor. Oh! Want ik weet dat Noah geen rijbewijs heeft. Zullen ons zin in heb. Ja man, dit is echt typisch iets voor mij. Roy. Nou, naast ons staat Steve en Steve is een echte motor freestyle crosser, toch? Ja. Een race show? Ja, ik race enkel voornamelijk eigenlijk en soms voor plezier. Ja. Ze zeggen dat motocross, dat is niet gelijk ballet of tennis, hè? En gebeuren hier ook veel ongelukken mee en zo? Zo! Stuk bicep kwijt, sleutelbeen gebroken, stuk van mijn borst. Dus het is, gebeurt wel. Ja, natuurlijk. Zeker. Zeker. En zeker vooral die jongens. Het is geen voetbal, hè? Dit is de gast. Tendel. Hans Tendel. Voor hem. Ja. En achter hem is met de voet. Oké. Met de voet. En deze motor heeft ook versnellingen. 3 versnellingen. Elke versnelling is omhoog. Oké, dus voor de samenvatting, je zit op een kleine auto eigenlijk. Dus ja, 1 is om op te komen en hoe hoger je gaat, hoe harder je kan met de... Inderdaad, zo is het. Oké, en hoe starten we dit? Wij zijn net op de motor geweest. Eerste woorden. Ik heb een wheelie gedaan. Oh, kill hem. Heb jij een wheelie gedaan achter die berg zeker? Ik heb hem helemaal niet gezien. We hebben hier gestart. En jij zei nog... Wow. Oh, zo. Ja. Ja, jeetje. Ja. Wat makkelijk. Maar dit is zo vet. Nou, naar jouw beurt. Ik ga. Hup, wegwezen. Ik krijg dat ding niet naar beneden. Wat? Hey, dat ding hoeft helemaal niet naar beneden. Dat hoort zo. Dat kunt u niet naar beneden. Nee. Tegenover ons zit de Troy van 8 en Bo van 14. Jongens, jullie hebben net gereden zie ik, hè? Ja. Hoe lang doe je dit nou al? 9 jaar. 9 jaar. En wat vind je er nou zo gaaf aan? Ja, de adrenaline. Je moet wel durven, hè, voor te springen en gas te geven in de bochten. Dus. Doe je liever cross of freestyle? Dat zie ik. Ik heb nog niet zoveel freestyle. Ik doe meer motocross. En heb je ook al een eigen motor? Ja. Welke motor is voor jou? Deze? Oh, het staat er ook op, ja, Troy.
stom, maar het is eigenlijk net een paard of zo. Dus hoe meer gevoel en hoe meer vertrouwen je in de ding legt, hoe chiller je rijdt. Klinkt heel stom, maar het is dat werkt dus ook bij paarden, bij ezels, zebra's en giraffen. En deze KTM. Dit is zo vet, hè? Deze heeft zoveel meer power. Dat is gewoon echt dik gewoon. Ik wil er thuis ook eentje. Mam, pap, als jullie kijken. Dat is zo ziek, hè. Je voelt zo'n beest onder je gewoon. Als je een klein beetje gas geeft, dan denk je... Dat is echt heel tof. Oh, kut. Nee, weet je wat? Het voelt niet goed. Het gaat helemaal fout zo. Dat is ontploft. Ik denk dat ik hier de enige ben die kan rijden met een motor. Oh. Wat een ervaring, jongen. Oh, het was zo vet. Ja, dit was heel vet. En 27 en 28 september in het Gelderdome doen ze dit gewoon weer. Wij zijn erbij. Ja, ja, wil je kaartjes kopen? Link staat in de beschrijving. En geef een duimpje omhoog als je zelf ook een keer op zo'n motor zou willen zitten. En zet in de reacties neer bij wat voor bijbaan wij een keertje langs moeten gaan. Ja, die is even te testen. Wat voor cijfer geven wij deze bijbaan? Een 9,5. Omdat de kans dat je een ongeluk begaat er ook aanwezig is. Ja. En ik blijf toch liever heel. Ja. Ja. Abonneren is gratis bij Bonkers voor elke week 4 vette video's. En nu ga ik denk nog even lekker douchen. Rijden. Ja.